Hi, heb je voor mij één maestro burger? Dat was hem. Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Jenna en ik zijn vandaag bij Ming & Ming. Kijk. En wij gaan sushi eten, want wij gaan ons 10-jarige jubileum dat we 10 jaar verkering nu hebben. Vandaag. Yay! Dus we gaan even lekker genieten in ons favoriete restaurant. Ik hou heel veel vanavond. Oh, ik moet daarheen kijken. Ja. Ik kijk altijd daar. Lekker de zalm. Met spijsjebonen. Wat is het dan? Sojabonen. 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 Oud, 4000. 5 kilometer. Nee, Hindoestaan. 5 kilometer. Ja, 5 kilometer. Ik ben vroeger meegedaan met de avond 4000. Ik liep elke avond 4000. Verplicht. Verplicht mee. Ja, moest van mama. Moest van mama. Moest bewegen. Dat was meer dat we al mijn vriendjes ook mee gingen. Dus dat was best wel leuk. Ik weet eigenlijk niet hoe je weg gaat lopen. Maar hier doen ze het in etappes. Vroeger liep je gewoon met 200 kinderen in één stoel door. Dat was, was veel leuker. Het is echt wel de lekkerste sushi die we elke keer eten hoor. Het relaxte aan Ming & Ming is, dus dat je gewoon sushi kan eten. Maar als je niet van sushi houdt, kun je ook gewoon kip of ossehaas of nasi gewoon bestellen. Super chill. Yes, en dan is het de volgende dag weer. Ik ben vergeten gisteren de vlog af te sluiten. Aangezien het best wel een korte vlog was, dacht ik, ik ga gewoon de volgende dag weer filmen. Zodat we toch wel een wat langere vlog hebben sinds de laatste keer. De laatste keer was ook vrij kort. Aangekomen bij Basic Fit. We gaan nu even lekker trainen. Rug en armen. Verwacht op Tim. Let's go. Aan knallen, nieuwe straps. TNN. Voor al je spullen. Vitamins en mooi.
zit er weer op. Ik ga eventjes lekker eten halen. En de mensen die mij een beetje kennen, die weten wat ik meestal ga eten. Hi, heb je voor mij één maestro burger? Dat was hem. Tada, de maestro burger. Dan denk je misschien, Nathan, waarom koop je McDonald's? Deze heeft 17 gram vet, een heleboel eiwitten en een heleboel koolhydraten. Zoek het op de McDonald's website. Dus in verhouding, past het gewoon in mijn eetpatroon. It fits my macros. Dus daarom eet ik het. En het is nog lekker genieten ook. Dus 100% Angus beef. Verantwoord. Dit was ook trouwens het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie de training leuk vonden. En tot de volgende keer. Abonneer. En later.